Hallo en welkom bij een nieuwe video waarin we gaan kijken welke boodschap dat er mag doorkomen. Ik zou zeggen, als je een boodschap wilt ontvangen die meer afgestemd is op jouw energie of de situatie waar je nu doorheen gaat, waar je nu staat in je fase of in je proces, dan raad ik je aan om een like te geven op de video's of een bericht te plaatsen of zelfs nog beter om te abonneren. Dat helpt niet alleen om mijn kanaal te laten groeien natuurlijk, maar ook meer mensen te bereiken. En bovendien, dan is het ook gemakkelijker om met jouw energie te verbinden en dan eigenlijk op die manier boodschappen te channelen om door te geven waar dat we, wat dan nodig is. En de eerste kaart vliegt eruit en er staat goede dingen vragen tijd. En dat is ook zo. Uiteindelijk, een van de lessen dat we te leren hebben, is die van geduld. En doorheen het proces van bewustwording, moeten we de wonden die we bewust getoond worden, moeten en mogen op een, ik ben op zoek naar het woord, op de meest optimale manier gevoeld, herkend. Maar het is niet de bedoeling dat we er veel te lang blijven inzitten. En de kaarten vertellen mij dat deze video is voor iemand die het gevoel heeft dat hij in de steek gelaten wordt. Dat kan zijn door een persoon, dat kan zijn door familie, werkgever, dus pas het toe zoals dat voor jou past. Kan zijn in de connectie, maar het kan ook ruimer zijn. In de steek gelaten wordt door het universum. En daar gaat die eerste kaart van goede dingen vragen ook tijd. Het is een proces en het gaat erover dat we leren te vertrouwen dat goede dingen op ons pad komen, dat goede dingen op ons pad liggen. En de reden waarom dat we dat nog niet ervaren en waarom dat we het gevoel hebben dat we in de steek gelaten zijn of afgescheiden zijn van de bron of van iemand anders of wat dan ook, is omdat we nog te veel in die dualiteit zitten. En dus niet vanuit eenheid naar de situatie en dus naar onszelf, naar we het leven kunnen kijken. Waardoor dat we eigenlijk de grotere lessen niet zien. Ik zie hier ook stier. Het is zodiaksteken stier en waterman. Communicatie is eigenlijk ook iets heel belangrijk in dit verhaal. In die zin dat je ofwel dat er ofwel geen communicatie meer is bijvoorbeeld tussen een diepe zielsconnectie, dus dat kan jouw tweelingvlam zijn. Maar dieper nog, zelfs eigenlijk de connectie niet meer met jezelf voelen, met wat dat betekent om jouw authentieke zelf te zijn. En daarvoor zeggen ze van, het is belangrijk dat je eigenlijk herinnert wie dat je bent, dus dat je het verleden herinnert. En dan gaat het niet over wat je allemaal meegemaakt hebt en de problemen en de drama en wat dan ook dat je doorheen gegaan bent. Nee, het is belangrijk dat we nu deze periode naar binnen gaan. Omdat al hetgeen die van binnen vastzit, die wonden die daar vastzitten. En ik zie vooral en ik voel vooral ook dat, want dat is een download die deze ochtend ook doorkwam, dat vooral de mannelijke energie doorheen zware stukken aan het gaan is op dit moment. En de enige manier om ermee om te gaan, is om naar binnen te gaan. Om voor zichzelf een stukje af te sluiten van de buitenwereld. En dat is misschien ook het stuk waar dat over gaat, van in de steek laten voelen. Omdat je dan op een bepaald punt zodanig in een situatie komt of je gaat gaan voelen, dat je het idee hebt dat je inderdaad met niemand kan spreken, of dat niemand gaat begrijpen wat je ervaart of doorheen gaat. En gedeeltelijk is dat ook zo. Niemand gaat, kan weten hoe dat jij de situatie ervaart, hoe dat jij emoties ervaart, want dat is uniek en authentiek voor ieder van ons. Het enige dat we kunnen doen, wanneer dat we
mensen bij willen staan, of dat wanneer we luisterend oor aanbieden, is om het proberen te begrijpen en het proberen te zien vanuit hun standpunt. Maar tegelijkertijd er niet in mee te gaan. En dus eigenlijk iedere keer die upliftende beweging doen, waarmee ik bedoel, dus uit de dualiteit stappen en in die eenheid. Want dat is hetgeen wat dat uiteindelijk ook die helderheid gaat brengen. Want we krijgen de wereldkaart omgekeerd met Seek and Closure. Dus we willen zo graag obstakels, negatieve emoties, we willen die zodanig snel en zodanig graag gewoon ompolen en transformeren, zodanig dat we ons weer blij en happy en vrij voelen. Maar het is net in het naar binnen gaan, de emoties er te laten zijn, heen en weer gesleurd te worden, hè, tussen twijfel en vertrouwen, dat je gaat leren dat het een leven vormgeven vanuit een hoger bewustzijn iets is die buiten jouw controle omgaat. En eigenlijk het enige waar dat dan de vrije wil over gaat, is dat je inderdaad zegt van, ik ga mijn vrije wil gebruiken om de keuzes en de dingen dat ik ervaar in mijn leven, om die volledig af te stemmen op mijn ziel. Zodanig dat het volledig is volgens wat mijn ziel eigenlijk gekozen had vooraleer dat ik hier geboren was in dit leven. En dan van daaruit eigenlijk gewoon telkens jouw dag verder gaan volgen. Want dan ga je niet meer meegetrokken worden in die emoties. Dan ga je veel minder ondergeven zijn aan de verschillende maanstanden. Hè? Want de maan verandert constant, voortdurend, elke dag. Waar dat bijvoorbeeld grotere planeten, zoals bijvoorbeeld Saturnus, over een periode van 12 jaar verandert. Of Chiron, over nog langere periode. En dus het is belangrijk dat we voor ogen houden dat we komen vanuit de sterren als het ware en we gaan terug naar de sterren. En de fase ertussenheen, wat we hier leven noemen, is eigenlijk om onszelf te ervaren. Om onszelf te zien via het standpunt van de ander. Dus eigenlijk om iedere keer door de gescheidenheid, door het verschil te voelen tussen jou en iemand anders, om te ervaren wat dat is om hier nog sterker in jouw eigen energie te zijn. Ik hoop dat het duidelijk is, maar ik denk voor degene dat voor bestand is, dat die het wel gaan begrijpen. En dan is dat is het moment wanneer je dat gaat merken, dat het leven draaglijker wordt. Dat je vol vertrouwen in jouw passie kan stappen. En vol vertrouwen gewoon jezelf kan zijn. En zonder verontschuldigingen en zonder aan te passen. Gewoon onschuldige zelf kan zijn en hier kan neerzetten in leven. En dan dat je van die dag, van dat moment uit, ook veel meer gewoon elke dag wat gaat kunnen leven en zeggen vanuit van ja, carpe diem, hè, pluk de dag. Maar het naar binnen gaan is super belangrijk in dit moment. Want anders ga je blijven in die mentale loop blijven hangen. Waarin dat je probeert helderheid te krijgen en je probeert eigenlijk de emotionele disbalans die er is aan te vliegen en te gaan verklaren vanuit de mind. Maar dat is net het omgekeerde dat je moet gaan doen. Want die emoties vertellen jou dat je verkeerd aan het denken bent. Je emoties vertellen jou dat je focus mag gaan leggen op de goede dingen. Op de dingen die je gehad hebt. Zeker wanneer het gaat over dat we mensen moeten loslaten. Of dat een vriendschap of een soulmate of een romantische relatie, maakt niet uit waarover, dat we moeten loslaten, dan vaak is het zo dat we, wanneer je nog niet gewoon bent om in die flow van het leven mee te stromen en dus te beseffen dat relaties komen en gaan, of relaties die bedoeld zijn om te blijven, dat die ook iedere keer een stuk loslaten weer zijn van oude versies, om weer hoger in te tappen op een hogere versie. Dus moet je ook altijd een stuk weer loslaten en weer herverbinden in een hogere frequentie. We proberen veel te lang mensen in ons leven te houden. Omdat we denken van, oh nee, dat is het beste dat we ooit gehad hebben. En er gaat niets beters komen. Maar het probleem daardoor is, en ik heb dat ook in een post beschreven nu deze week. Dat wanneer je in een goed genoeg relatie blijft, dan ontneem je jezelf de kans om in iets excellent, en iets magisch, en iets overweldigends te stappen. En dat betekent dat je op dat moment ga je wel nog wat groeien, maar je beperkt eigenlijk de mogelijkheden in je groei. En dat is het moment waarop dat mensen niet meer kiezen voor de hoogste tijdslijn, maar voor de tijdslijn
dat ze het hoogste tot dan toe hebben ervaren. Alleen, het leven is een constante cyclus waarin dat we iedere keer hoger naar een hogere tijdslijn gaan en iedere keer stromen van de ene tijdslijn naar de andere tijdslijn. En in elke keuze die je maakt, ga je merken dat je iedere keer weer op een iets lagere frequentie zit of weer op een hogere frequentie. En het maakt niet uit welke keuzes dat je gemaakt hebt in het verleden. Het moment dat je daarvan bewust bent, dan heb je de mogelijkheid om iedere keer weer in die hogere frequenties in te tappen, op daarop af te stemmen. En daarom spreek ik bijvoorbeeld zelf nooit van de wet van aantrekking, omdat dat verkeerd uitlegt waar dat over gaat. Ik spreek over de wet van resonantie. Waarom? Omdat het gaat dat jij als taak hebt om je resonantie, dus je frequentie, je energie, op een zodanig niveau te brengen, dat het de frequentie heeft van de wensen, van de ervaringen, van de personen die je wilt aantrekken. Of die je wilt ervaren in je leven. En het gaat dus niet over aantrekken, want aantrekken, dat is zoals de bloem en de bij. Maar wanneer je gaat over de wet van resonantie, of het op die manier gaat gaan uitleggen, dan ga je begrijpen dat inderdaad ja, de bloem die blijft staan. Die gaat niet op zoek naar de bij. Maar de bloem gaat er wel alles aan doen dat ze zodanig straalt en zodanig prachtig en mooie kleuren heeft en misschien zo hoog mogelijk, bij zonnebloemen zie je dat heel vaak, dat ze zo hoog mogelijk is, zodanig dat ze opvalt tussen al de andere bloemen. Zodanig dat de bijen die bloem kiezen en niet de bloem die 3 meter verder staat. En dus daar gaat het over wanneer dat gaat over frequentie en over bewustwording. En hoe meer dat je die balans in jezelf kan gaan houden. En dus zowel in de mannelijke energie als in de vrouwelijke energie stukken gaat gaan helen. Maar zoals ik zeg, dit gaat voornamelijk over een diepere healing in de mannelijke energie. Door samen te werken met de vrouwelijke energie. Dan ga je de verandering eigenlijk kunnen gaan, of het resultaat kunnen gaan veranderen. Want dat is hetgeen dat de kaarten uiteindelijk ook zijn. Changing the outcome. Het resultaat veranderen. Het uitkomst veranderen. En tegelijkertijd, het gaat nooit om het eindresultaat. Want als we er zijn en we zijn bij ons doel, ja, dan gaan we hier ook weer transformeren en gaan we de aarde verlaten. En dat is niet de bedoeling van deze video vandaag. Daar gaat het niet over. Maar dus zolang dat er nog dingen zijn dat je ziel wilt gaan leren, en dus nog verder in die spiritueel meesterschap wil gaan stappen, dan het enige wat je altijd te doen hebt, zijn eigenlijk 3 dingen die je moet onthouden. Jezelf altijd afvragen van hoe laat dit mij voelen? Hoe laat deze situatie, deze persoon, deze gedachte mij voelen? Daarvoor is het natuurlijk nodig dat je naar binnen gaat. Dat je de tijd neemt en de ruimte neemt om alleen te zijn met jezelf en je gedachten en je gevoelens vooral. En dat je van daaruit dan kiest van oké, dit baat mij, daar heb ik baat bij, dat vervult mij. Dat brengt mij dat vervullend gevoel, dat laat me heel voelen, dat laat mij verbinding voelen, dat laat mij vrijheid voelen, wat dat ook maar is. En van daaruit alleen maar die dingen te gaan doen, en ik heb dat al gezegd, succes is eigenlijk het moment dat elk moment waarop dat je die dingen doet, dat je leuk vindt om te doen. Elk moment waarop dat je vervuld voelt, elk moment waarop dat je geluk voelt, elk moment waarbij dat je dankbaarheid voelt. En het enige dat je elke dag hoeft te doen, zijn die dingen dat je zodanig leuk vindt om te doen, alsof dat lijkt dat de tijd stilstaat. Wanneer je in de zone bent. Wanneer dat lijkt dat je verbonden bent met alles om je heen. Ik heb dat heel vaak wanneer ik bijvoorbeeld bij mijn paarden ben. Dan lijkt het alsof dat er niets anders bestaat dan alleen maar dat moment daar. En uiteindelijk gaat het daarover. Te begrijpen en te beseffen dat je één bent met alles om je heen. Dat je één bent met alles in het universum. En ik ga nog een stukje verder gaan. We spreken van 12 wetten van universele wetten. Maar eigenlijk is er maar 1 wet. Er is maar 1 universele wet. En die is de wet van 1. En ja, er zijn nog oneindig veel anderen. Maar die zijn er allemaal ook gekomen om alle kleine frequentietjes, alle kleine onderdelen van de wet van 1 te gaan uitleggen. Zodanig dat wij, zoals dat we hier nu gemaakt zijn, het zouden kunnen gaan begrijpen met ons logische verstand. Maar het probleem is, wanneer je volledig wilt gaan integreren wat dat wet van 1 en wat het eenheidsbewustzijn, diamantenbewustzijn wil zeggen, dan
dat je eigenlijk geen woorden meer hebt om op een goede manier te gaan uitleggen waar dat over gaat. En daarom dat een van de redenen waarom dat ik bijvoorbeeld niet altijd video's maak, maar het vaak ook zoals deze video als een audio opneem, is omdat het op een andere manier informatie, omdat je op een andere manier informatie ontvangt. Als ik nu de kaarten zou tonen, wat ik nu hier ondertussen neergelegd heb, dan zou je misschien helemaal afgeleid worden. Terwijl dat bepaalde afbeeldingen zelfs niks te maken hebben met de boodschap die moet op dit moment meegegeven en doorkomen. En dat is hetgene dat je ook regelmatig mag doen in je leven, wanneer je op pad van bewustwording loopt en eigenlijk telkens gaat voor de hoogst mogelijke tijdslijn, is om op regelmatige basis tijd voor jezelf in te bouwen. Tijd om naar binnen te gaan, tijd om jezelf beter te leren kennen, tijd en ruimte, moet ik zeggen, om gewoon met jezelf te gaan zitten, om te gaan voelen wat dat betekent om jezelf te zijn, om jezelf te uiten in een bepaalde situatie. Want Mercurius, de planeet van communicatie, is niet vandaag, maar morgen om 23 februari en volgende week weer op bepaalde belangrijke plaatsen in onze hemel, als ik het zo mag zeggen. En dat gaat ons helpen om bepaalde dingen dat we tot nu toe niet hebben kunnen uitdrukken, of bepaalde dingen dat we tot nu toe niet hebben kunnen vatten in woorden, of in de juiste woorden, om ons daarin een stukje te helpen. Want Mercurius staat morgen in het teken van vissen. En vissen is het dromerige teken. Vissen heeft te maken met emoties, heeft te maken met het vloeiende, het stromende. En Mercurius is eigenlijk helemaal tegenovergesteld, hè. Het is meer verbonden met het aardeteken maagd, bijvoorbeeld. Dus morgen komen die twee samen. En dat betekent wat dat eigenlijk dan in de afloop, of rond de afloop van morgen en dan het weekend en dan meer nog naar het einde van de maand, dat je de komende dagen de ruimte moet maken om naar binnen te gaan. Want als je altijd maar constant naar buiten gefocust bent, dan ga je eigenlijk een kans missen om helderheid te krijgen over wat het is, wat je nu eigenlijk echt naartoe wilt. Wat dat is dat je ziel hier wenst te ervaren. Niet je ego, maar je ziel. En je ziel is zo'n kleine, zachte stem. Klein is misschien niet het juiste woord, maar zo'n fijne, zachte stem diep in jezelf, dat wanneer je constant afgeleid wordt door Netflix, door gewoon uitgaan met mensen, door kinderen, door partners, door werk, wat dan ook, dat je eigenlijk die kleine nudges, die kleine duwtjes, die kleine fluisteringen gewoon volledig gaat, aan jou voorbij laten gaan. En ik denk dat dat een van de belangrijkste boodschappen is voor deze video. Ga naar binnen. Ga naar binnen. Wees eerlijk wat dat is. Neem desnoods een uur vrij af en plan gewoon een uur om te zitten janken in de onder de douche op de badkamer. Maakt mij niet uit. Maar laat die emoties eruit. Je gaat jezelf dankbaar zijn en het gaat je ook helpen om weer nieuwe boodschappen te ontvangen. Ik ben ondertussen met de Angels of Atlantis kaart aan het kijken welke vlammen er behulpzaam kunnen zijn voor de mensen die zich voelen of resoneren met deze boodschap. En we hebben aartsengel Uriel met de kernwoorden vrijheid en overvloed en aartsengel Raziel met intuïtie. En de kleuren die doorkomen zijn paars, violet, roze. En eigenlijk allerlei kleuren van roze. Dus bedoel allerlei varianten van roze. Ik weet dat er verschillende duizend en nog in namen zijn. Maar ook daarin laat jou leiden. Verder zijn er een aantal mensen die hun grondingscode opnieuw heel hard moeten aanpassen. Dus omdat die niet meer afgestemd zijn op hun verhoogde energie. Wat dat betekent dus, ik laat het altijd uit als zou zijn alsof je een hele grote boom hebt. Zo'n hele oude eik die er al jaren staat en die heeft de worteltjes van een tulp. Dus met de minste wind of storm, dan zou die boom gewoon ommaaien. Dus zorg dat je grondingscode aangepast zijn aan je hogere energie. En hoe hoger je energie, hoe dieper dat je eigenlijk moet gegrond zijn. Of hoe steviger gronding. Je kan je gronding, en het beste maak je gronding aan. Dus vanuit je wortelchakra, vanuit je hartchakra, vanuit je kroonchakra en ook vanuit je medulla chakra. Medulla chakra is eigenlijk de achterkant van je hoofd.
Dat kuiltje, als je zo voelen, dat is precies zo'n kuiltje aan de achterkant van je hoofd. Daar zit de medulla chakra en op die manier ontvangen we ook boodschappen. Nu, als je daar meer wilt over weten, dan zou ik zeggen, beluister de transmissies die gratis beschikbaar zijn op YouTube hier. Lees mijn boek 96 Vlammen, daar staat er ook al wat informatie in. En ja, eigenlijk in elk programma die ik gemaakt en geschreven heb, in samenwerking met meester Kutumi en mijn andere gidsen, daarin wordt ook telkens het belang gehecht aan die gronding en aan het optimaliseren van jouw energie. Dat wordt ook uitgelegd op welke manier je dat heel snel kan doen. Zodanig dat je niet meer afhankelijk wordt van eindeloze healingen, sessies en coaching sessies. Maar dat je eigenlijk jouw healing en jouw bewustwording, dus je proces, volledig zelf in handen kan gaan nemen. Wat moet ik nog zeggen? Ja, dus weet dat deze video's, de video's die ik maak en waar dat er healing nodig is, dat die ook altijd getransformeerd zijn. Of dat die eigenlijk geprogrammeerd zijn, of hoe moet ik het gaan zeggen? Zodanig dat je altijd de juiste energie en de juiste boodschap en de juiste vlammen ontvangt. Nu, wil je toch daar meer over weten? Ik zou zeggen, ga dan naar 96vlammen.be. Daarin vind je niet alleen het boek, maar ook het programma waarin je leert werken met de universele vlammen. Dat is volledig online. Vragen kan je mij altijd stellen via de contactpagina van, van mijn twee websites. En wil je een persoonlijke reading in de vorm van een channeling, dan kan je dat ook reserveren via de website. Maar kijk en voel wat in je resoneert. Vooral omdat het belangrijk is dat je echt voelt diep van binnen in jezelf of dat je inderdaad klaar bent om mijn programma's te volgen. Net omwille van het diepe, transformeerde effect dat mijn energie en dus de programma's en de dingen waar ik schrijf en maak, hebben. En dat heeft te maken met de planeetstanden en mijn astrologische kaart onder Pluto. En Pluto is de planeet van transformaties. Dus nu, het voordeel is en het goede nieuws is, als je met mij resoneert via mijn video's hier op YouTube, dat betekent dat ook dat je klaar bent voor die transformaties. Want anders had je al lang afgehakt. Dus dat is het goede nieuws. Voilà, dat was voor vandaag. Ik wens je alvast een fantastische dag. Hou er rekening mee dat er komend weekend een volle maan in maagd is. Dus ik zou zeggen, hou je vast aan een aantal inzichten, een aantal aha-momenten. En als je hulp of ondersteuning nodig hebt, dan weet je mee te vinden. Dag!